De rundstapel in Suriname is in de afgelopen 20 jaren met 30% afgenomen. Een schrikbarende ontwikkeling, omdat er juist groei werd verwacht, liet minister Pralat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij gisteren weten in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de wet Beperking, Slacht, Vrouwelijke Runderen. De behoefte naar rundvlees neemt toe, wat terug te zien is in de verhoogde prijzen voor het product. Met deze wet wil de overheid voorkomen dat drachtige dieren worden geslacht. Voorzitter, vorig jaar alleen waren, en dit cijfer komt van het slachthuis, waren meer dan 1100 geslachte dieren die drachtig waren. Los van dieren die terug zijn gestuurd vanwege drachtigheid, maar dit zijn allemaal verliezen welke we lijden. Als we kijken naar de grote Frans veestapel. Willen wij voldoen aan onze voedselzekerheid voor de totale Surinaamse bevolking, maar ook willen we de target van 2025 voor CARICOM halen, dan zullen wij een aantal maatregelen moeten treffen. En waarbij dan verbod van slacht op vrouwelijke dieren een hele belangrijke is. Indien het doel om geen drachtige dieren meer te slachten wordt gerealiseerd, zal er een tekort aan slagrunderen optreden, zegt Seudin. Dit tekort zal opgevangen moeten worden met de import van slagdieren. Ook moet er gewerkt worden aan de verbetering van de veestapel middels import van fokdieren. En we gaan ook natuurlijk aan de andere randvoorwaarden moeten voldoen. Welke inhouden? Graslandverbetering, training van de boeren, upgraden van ons voorlichtingsdienst, noem maar op, allemaal zaken waarmee wij ons veestapel weer zouden kunnen laten groeien. Voorzitter, indien wij de inslachting zouden willen stoppen en weer komen op het niveau van waar we 20 jaar geleden waren, dat zou ons veestapel met een 12.000 stuks runderen per jaar moeten groeien. Minister Seudin zegt dat met zo'n groei Suriname binnen 3 jaren op het niveau kan komen van 20 jaar geleden.